Het Hof van Justitie heeft vandaag zijn eerste buitengewone openbare zitting voor het jaar 2017-2018 gehouden. Waarnemend Hofpresident Iwan Rasoel Baks heeft het uit te voeren beleid gepresenteerd. Diverse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie waarnemend president Ashwin Adin, waren aanwezig. De bijeenkomst is gehouden in de grote zittingszaal van het nieuwe gerechtsgebouw aan de Wulfingstraat. Rasoel Baks stond stil bij de prestaties die het Hof het afgelopen jaar heeft geleverd. De waarnemend hofpresident wijst erop dat het huidige aantal rechters weinig is. Volgens hem moet het aantal momenteel 19 drastisch verhoogd worden, zodat de vele achterstanden ingelopen kunnen worden. Zouden we op dit moment 33 rechters moeten hebben? À la moment 33. Er is een bijzondere werkvoorraad voor het zittingsjaar 2017-18, dit zittingsjaar. In alle sectoren is er een werkvoorraad lopende zaken. En de verwachting is dat de nieuwe zaken zullen toenemen. Nogmaals, meer recht zit er niet in op dit moment. Onder andere dit tekort en het ontbreken van gerechtelijke ondersteuning voor rechters door schrijfjuristen brengt met zich mee dat de doorlooptijden en de achterstanden in beslissingen ruimer worden en toenemen. En hier zal er structureel. Er zal structureel een halt aan moeten worden toegeroepen. Rasoel Baks zei verder dat het Hof nu bezig is met praktijkjuristen die een bijdrage kunnen leveren aan de rechtspraak. Volgens hem zullen zij na de gebruikelijke onderzoeken voorgedragen worden voor benoeming tot rechters. Volgens procureur-generaal Roy Bainach Pandey moeten de kennis en inzichten van de huidige vervolgingsambtenaren aangescherpt worden. Hij hoopt daarom dat er vanuit de overheid een budget hiervoor wordt vrijgemaakt. Ook verwachten wij dat het jaarlijks programma van de permanente opleiding voor onze huidige vervolgingsambtenaren kan worden voortgezet en het daarvoor vereiste budget beschikbaar komt. Zowel de klassieke als ook nieuwe vormen van criminaliteit dwingen om de kennis en de inzichten aan te scherpen en bij de tijd te houden. Een bijzonder aspect met betrekking tot de nieuwe vormen van criminaliteit betreft de wens van het Openbaar Ministerie om ons huidig wetboek van strafvordering te herzien en daarbij eveneens aandacht te geven aan de verruiming van de huidige opsporingsbevoegdheden met enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden, de zogenaamde BOP-bevoegdheden, zoals de stelselmatige observatie, de pseudopoof, infiltratie, opnemen van vertrouwelijke communicatie en het onderzoek in geautomatiseerde werken. Procureur-generaal Roy Bainach Pandey. Hij sprak vandaag bij de eerste buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie. Het beleid van het zittingsjaar 2017-2018 is tijdens deze buitengewone vergadering gepresenteerd door waarnemend hofpresident Iwan Rasoel Baks.